En hele goede dag, toppers. Welkom weer bij een nieuwe week. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Jocelyn. Welkom op mijn kanaal. Jullie zijn weer bij een nieuwe week vloggie. En het is inmiddels wel al dinsdag. Maar dat maakt niet uit. Ik heb gisteren gewoon niet gevlogd omdat ik gewoon niet zo lekker in mijn vel zat. Ja, die dagen zijn er helaas echt ook bij. En nu tegenwoordig veel vaker. Maar ik probeer wel gewoon zoveel mogelijk te vloggen. Dus gewoon vandaag gewoon weer lekker aan de slag. Zoals jullie kunnen zien heb ik geen blote billen gezichtjes meer. Ik heb eindelijk weer wimpers laten zetten. Omdat deze week natuurlijk de week van mijn gender reveal is. En I just want to be cute, oké? En ja, mijn gender reveal is zondag. Maar dat gaan jullie niet zien in deze vlog. Want die komt natuurlijk apart. En wanneer deze vlog online is, dan is die gender reveal al een paar dagen online. Dus ja, misschien hebben jullie het nu al gezien. En dan weten jullie wat ik krijg. Of, en ik nog niet. Oké, maar ja, daarna weet ik het wel. Nu, op dit moment, weet ik het nog niet. Maar goed, jongens. Ik heb net dus mijn wimpers gedaan. En I feel cute again. Ik ga nu even een broodje halen, want het is echt al middag. Het is bijna 1:30. En ik heb nog niks gegeten voor de dag. Nog helemaal niks. Ik heb zelfs nog niet eens gedronken voor de dag. Dus dat gaat niet goed. Ik ga even een broodje halen bij de toko in Vensterpolder. Daar hebben ze de lekkerste broodjes. Dus let's go. Dat gaan we even doen. Oh, ik heb geen lenzen in. Dus ga ik mijn lenzen in doen of ga ik even gewoon mijn zonnebril op doen? Mijn bril is trouwens echt stuk. Mijn gezondheidsbril is gewoon stuk, jongens. Ik moet echt naar de opticiënt voor een nieuwe bril. Maar voor nu, zonnebril op sterkte. Dus ja, ik heb geen zin om die lens in te doen. Let's go! Goedemiddag. Ik heb mijn brood al gehaald. Even met een eentje in de auto. Ik heb twee broodjes moxie met die. Ik weet niet of ik allebei ga eten. Maar ik heb het. Met extra peper. Jongens, ik moet trouwens echt stoppen met zoveel peper eten. Want ik had laatst echt maagpijn of zo ervan. Kijk, het broodje. Te lekker, man. Even lekker eten. En daarna, wat moest ik daarna ook alweer doen? Deze zwangerschap hersenen, ik kan niet. Ik vergeet al woordjes, jongens. Woordjes, ik vergeet gewoon hoe mijn dingen heten. Maar, wat moest ik doen? Eén uur later. ik weet het niet meer. Anyway, ik ga gewoon mijn broodje eten en daarna zie ik wel of ik erop kom. Ik pak jullie er later bij. Ik besef net, ik heb helemaal niks meer gevlogen vandaag. Ik ben bij mijn moeder op de bank geslagen gevallen. En ja, dat was het einde van de dag. Helemaal niks meer gedaan. Ik heb net een pakketje opgehaald. Die al zeker 3 dagen bij mijn buren was geleverd voor me. En volgens mij is het iets voor die gender reveal. Wait. Oké, kijk jullie. Ik had dus beertjes besteld. Wat zijn dit voor inie mini beertjes? Nee, ik hoef dit zo niet te pikken. Wat is dit? Jongens, ik had van die. Nee, even normaal. Doe even normaal. Dit was dus niet de bedoeling. Ik dacht dat ze wat groter waren, want ik wil ermee decoreren voor de gender reveal.
Want ik heb namelijk gewoon een klein beetje beren thema. Maar ja, I don't know what I'm gonna do with it. Ze zijn echt hartstikke klein. Maar goed, ik ga nu de douche in. En daarna ga ik mijn bed in, want morgenochtend moet ik werken. Dus voor vandaag gaat het niet meer spannend worden. Ik zie jullie morgen. Hey jongens, het is inmiddels de volgende dag. Ik ben net klaar met werken. Ik voel me echt niet zo lekker. Ik heb echt al de hele dag hoofdpijn. En ik weet niet, doordat ik gewoon heel veel last heb van mijn rug en mijn nek of zo, slaat het gewoon door naar mijn hoofd. Als ik het goed zeg. Maar het is echt kut. Het is echt heel kut. Anyway, ik ga hem even hier zitten. Alles doet gewoon pijn. Ik zou heel erg vastzitten in een villa. Dus heb ik besloten naar de McDonald's te gaan. Ik sta nu op de parkeerplaats bij de McDonald's. Ga ik gewoon even lekker eten. Misschien komt het ook doordat ik zo slecht eet dat ik zo verhoofd ben. Nee, het komt gewoon door mijn nek en mijn rug. Dus ik ga gewoon even eten. En daarna wil ik eigenlijk mijn blije doos gaan halen bij de prenatal. En daarna ga ik Jeremiah ophalen. Jeremiah is met een vriendje gaan spelen bij, hoe heet dat ding? Bij Valorig. Dus ga ik hem daarna ophalen. En dan zien we verder wel. Let me eat. Laten we hopen dat die patat genoeg zout heeft. Ah, hek! Ja, dat heeft genoeg zout. Thank God. Ik kan bijna niet kauwen, mijn hoofd. Het staat gewoon op ontploffen, man. Wauw. Verdomme. Nou jongens, ik ben in de prenatal. En ik besef echt dat ik gewoon zwanger ben. En ik vind gewoon niks van deze dingen leuk. Ik moet wel echt een mom jeans gaan kopen. Want ik hou van jeansbroeken en niks past mij meer. Ze zijn best wel leuk, hè? Kijk. I think it's cute. 1 of 2 zou wel prima zijn. Maar goed. Ik ga mijn blije doos maar ophalen. Nou, ik heb hem. Het ziet er niet bijzonder uit. We zullen thuis kijken wat erin zit. Nou, deze zijn dus binnengekomen vandaag. Dit zijn van die kaartjes voor de gender reveal. Oh baby. En dan kunnen de gasten het invullen. En ik ga meteen die doos openmaken. Nou. Oh, dit is wel schattig, die neintje. Nog meer. Een speentje. Flyers. Een heleboel flyers nog meer. Fruithapje, appelpersik, banaan. Zo'n kleine avent dingetje. Flesje. Flesje water, dat kan ik goed gebruiken. Sudocreme mini. Mini sokjes. En een pakje Pampers van maatje 1. Dat zit zo'n beetje. Wat is dit? Ja, niks bijzonders. Badolie. En voor de rest is het alleen maar flyers. Nou, zo bijzonder was het niet, maar oké. Okay. Elke zwangere vrouw heeft er recht op, dus krijg je gratis. Cadeautjes kunnen nooit kwaad, hè?
de blije doos, jongens. Ik kan gewoon even alles weer erin zetten. En dan ga ik het gewoon even opbergen. Dus weet je dat ik de baby... Ik heb zeg maar die baby nog helemaal geen plek gegeven hierop. Maar ja, is niet erg. Die baby is er nog niet. En een paar maandjes, of laat ik zeggen over 2 maanden of zo, zal ik ruimte gaan maken voor de baby. But now, no. Ik heb er nog geen zin in. Maar goed. Ik heb Jeremiah trouwens nog steeds niet gehad. En ik doe heel irritant met die kachel in mijn mond. Ik ga uitvliegen. Ik ga me even uitkleden. Spullen pakken, want ik ga bij mijn moeder slapen. En dan ga ik Jeremiah ophalen. Oh, ik kijk in die spiegel en mijn buik wordt echt groot. Kijk. Je ziet het nu echt in mijn werkkleding. Like, you just see this baby bum. Het wordt echt groot. Hey jongens. Het is vandaag vrijdag. Ik heb al gewerkt. Ik heb me snel omgekleed. Want ik moet van alles halen voor de gender reveal. En ik ben in mijn eentje. Dus ik zit echt te denken van oké. Als die dingen te zwaar zijn, hoe ga ik het tillen? Maar ja, ik moet het gewoon doen. Want ik wil niet morgen alles op het laatste moment doen. Terwijl ik morgen ook heel veel moet gaan klaarmaken. Ik ga ten eerste... naar Venus. En daar ga ik even een paar glazen halen voor de mocktails. En wat moet ik nog meer doen? Ik moet ook naar de Action. Maar voor moest ik ook alweer naar de Action. Ik ben het kwijt. Ik heb nog geprobeerd alles op een papiertje te zetten. Een notitie van te maken wat ik moet doen, maar ik ben het gewoon kwijt. Oké, maar ja, anyway, als ik dat allemaal heb gedaan, moet ik Jeremiah ophalen om 4:30 van voetbal. En daarna ga ik met hem, ja, dat ga ik doen. Ik ga met hem die boodschappen halen bij de Jumbo. Ja. Let's go. Jullie gaan gewoon met mij mee. Zover ik jullie kan meenemen, want mijn handen gaan zeker vol zijn. Let's go! Is ook trouwens super slecht weer. Belachelijk. Ik ben dus al naar de zenuws geweest. Ik ben nu in de Action. Maar hier is ook niet echt veel glazen. Zo jongens, na vandaag ben ik echt helemaal klaar met dingen, zware dingen tillen. Dit is echt, dit is niet gezond. Het is niet oké ook wat ik allemaal doe. Ik heb helemaal kramp in mijn buik. Ik heb deze tassen alleen gedragen. En ik voel het nu echt. Dus ik ga... Ik heb zoveel pijn. Ik ga even rustig zitten. En daarna zal ik alles gaan... inruimen en opruimen. Hey jongens. Ik heb jullie gisteren helemaal niet meer gewezen wat ik allemaal heb gehad. Maar ik ben alweer buiten. Ik ben in de blokker met... Say hi. Ze is vandaag met me mee, want ik moest nog een paar glazen en een paar spulletjes. Hou vast, joh. En ik zoek martini glazen. Maar ze hebben gewoon nergens echt een goede martini glazen. Of ik moet gewoon die champagne glazen. Zo, we zijn weer thuis. En jullie willen niet weten hoe blij ik ben, want ik heb alles kunnen halen.
En nu, het is al bijna 6 uur. En nu kan ik alvast dingen beginnen klaar te zetten. Want ik moet ook zo meteen nog gaan versieren en zo. Maar ik ga nu kipfilet op vuur zetten om uit te koken. Ga ik die spitskool snijden. En dan kan ik alles draaien om die lumpia's te draaien vanavond. En dan is het morgen alleen bakken. En ik heb trouwens ook alles gevonden voor die mocktailtjes. Ik ging net voor kokoswater. En Blue Curaçao. 0% alcohol, champagne. Ik heb hier kipfilet, kipdijfilet voor de saté, die ik ook zo meteen moet inleggen. Sla. En hier is de spitskool, moet ik allemaal nog gaan snijden. En deze moet ik ook echt gaan ontdooien, want die heb ik morgen nodig. Dit zijn coconut slices. En hier is de saté stokjes. Oh ja, jongens, ik heb... Kijk jullie eens, ik heb mijn Sena koekjes van mijn tante in de kleur roze en blauw. Zo cute, zo cute. Kijk, dit zijn de mocktails die ik ga maken. Dit heb ik trouwens ook gewoon zelf gemaakt. Pink coconut, blue lagoon, strawberry mojito en mimosa. En ja, dit is het. Dit is de situation at this point. Oh ja, kijk mijn welkomstwoord, dat ik volgens mij ook nog niet geweest. Dit is de situation at this point. Deze mevrouwtje TikToker. Ze is gekomen om me te helpen, maar ze loopt allemaal TikToks te maken. Ai, ai, ai. Hoe moet ik weer uitzoomen? Ja, dus ik ga nu even gauw aan de slag. Misschien ga ik ook meteen... Nee, fruit kan ik allemaal mogen doen. Maar misschien kan ik het wel even snijden, de ananas en zo. Ja, we gaan hard werken voor deze gender reveal. En jullie hebben natuurlijk de gender reveal al gezien. Maar ja, nu zien jullie de making of hoe we zo ver zijn gekomen. Nou jongens, het is zondag. Het was de dag van mijn gender reveal. Let er niet op dat ik er zo bleekjes uitzie. Ik ben zo moe jongens. Maar het was vandaag de dag van mijn gender reveal. En het was een hele lange, drukke dag. Want ik had te veel hooi op mijn werk vork genomen. Doordat ik gewoon heel veel dingen zelf ging klaarmaken. En zelf hun versieren. En van alles gewoon zelf ging doen. Maar het is allemaal gelukt. En het was een hartstikke leuke dag. En ik denk dat jullie dat ook wel hebben gezien in de video van de gender reveal zelf. Iedereen heeft gewoon echt genoten. En mijn familie was ook echt blij. We krijgen een meisje. En de team boy heeft verloren. Maar alsnog waren hun ook blij. En hoorde ik dat ik, zodra de baby er is, na een paar maanden weer zwanger mag zijn. Maar dat gaan we niet doen. Voor nu? Nee. En tenminste, als God het zo wil hebben, dan oké. Maar voor mij, even rustig gewoon. Even rustig. Maar goed, mijn lichaam doet hartstikke veel pijn. Dus ik moet echt gaan slapen. Maar ik wilde gewoon nog even... Ja, ik wilde jullie echt heel veel meenemen eigenlijk in... Hoe alles werd gedaan. Maar het was so much. Het was so much. En ik dacht dat ik nog gewoon even sterk was. Maar ik ben gewoon zwanger. En dat moet ik gewoon gaan beseffen. Dat ik gewoon heel snel moe word. En gewoon rust nodig heb. Ik heb zo vaak moeten stoppen. Om even te zitten. Omdat mijn enkels gewoon zo pijn deden. Mijn rug zo pijn deed. Jongens, jullie willen het niet weten. Maar goed, gelukkig heb ik... Super lieve mensen om me heen. Mijn moeder, mijn vriend, mijn vriendinnen. Die me gewoon allemaal zo goed hebben geholpen. Mijn zusje, oh my god, Joshanti. Zij helpt me altijd, hè, altijd. Ook al maakt ze de gekke dingen, ze helpt me echt. Ik ben echt blij met iedereen die me heeft geholpen. Ik waardeer het ook echt enorm. Dus vandaag zit ik sowieso vol liefde.
En ja, deze baby gaat ook sowieso vol liefde zitten. Er wachten heel veel liefdevolle mensen op haar. Ik kan eindelijk zeggen haar, we krijgen een meisje. Maar ja, jongens. Ik ben zo moe. Ik wil gewoon eigenlijk alleen maar gaan slapen. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En ben je nog niet geabonneerd? Vergeet niet te abonneren. En natuurlijk, als je het leuk vond, vergeet niet die duim aan te klikken. En dan zie ik jullie weer in een nieuwe video.